Ik sta hier voor Theater aan het Spui, waar op het moment de dansfabriek aan de gang is. Nou ben ik benieuwd wat voor mij de perfecte dans is. Dan ga ik hier achter komen. Street dance, jazz ballet, breakdance, kinderdans, breakdance, street dance, modern, klassiek ballet, jazz ballet, moderne dans, breakdance, oftewel b-boying, klassiek ballet, Afrikaanse dans, jazz dance, Bollywood, street dance, tap dance, hip hop, urban. Riding in the drop top with the top down, saw you switching lanes, girl. Pull up to the red light, looking right, come in, let me get your name, girl. Tell me where you're from, what you do, what you like, let me pick your brain, girl. And tell me how they got that pretty. Zijn er dan ook wel mensen van mijn leeftijd en dan ook jongens? Ja, we hebben een aantal jongens dansen. Gek genoeg zijn de meeste jongens toch geïnteresseerd in het klassieke dansen. Om ook de techniek, de houding en alles een beetje onder de knie te krijgen. Andere jongens zitten bij de street dance, dus daar zou je ook hartstikke leuk tussen passen als je die kant op wil. We hebben ook een man bij de tap dance zitten, dus mocht je zeggen, nou ik wil het podium veroveren op tap dance, be our guest. En ik heb een man bij de aerobic training. Wat voor dansen kan ik bij jullie krijgen op het Haagse Hiphop Centrum? Dans is eigenlijk maar beperkt tot één. En dat is breakdance, oftewel b-boying. De volledige versie, dus met electric boogie erbij. Klein beetje popping en locking. Top rocks, down rocks, freezes. En heel veel flavor. Dat is de dans die je kan krijgen. Voor de rest zijn we ook nog gerepresenteerd in alle elementen van hip-hop. Dus DJ, graffiti en MC'ing. Met andere dansen ben je toch meer beperkt in je eigen ding te uiten. En met breken kan iedereen zijn eigen creativiteit helemaal vrijuit beleven. Mijn zoektocht is voltooid en er zaten hele leuke en iets minder leuke bij. Maar als het aan mij ligt, ga ik breakdansen. En jumpen? Nee, dat is niks voor mij. En wat kies jij? Just give me some love.